wel zien dat we nog net een week in het pand zitten. Our office. Dit is onze pink Valhalla. Het lelijkste aan mezelf is dat ik toch wel iets grotere borsten zou willen, denk ik. Alles is zo mooi. Als je een kindje aan Marie geeft, die blijft gewoon rustig. En als je bij mij geeft, dan gilt hij. Omdat ik zoveel van Marie hou, heb ik een cadeau van haar opening gekocht. Kom hier voor Marie. Welkom bij onze nieuwe vlog. In de head office of Reiners. Zie de bank. Wat even iets anders is dan een normale vlog. Wij hebben deze gehele week inkoopseizoen. Of deze hele maand. En we zijn nog steeds aan het verbouwen. Dus sorry daarvoor. Eén tel. Kom hier voor Marit. Cut. Oké, we gaan weer voor Eind. Ik ga dan maar snel praten voordat ik... Oké, dus we hebben niet zo heel veel kunnen filmen deze week. Dus wat jullie van ons gewend zijn, dus sorry daarvoor. We hebben gewoon de hele dag onze klanten over de vloer. En Office Tour hebben we een beetje gedaan. Oh ja, Office Tour krijg je deze week te zien. En de leuke 10 vragen op Instagram. De leukste hebben wij uitgekozen, maar we zullen dit zeker vaker doen als jullie het leuk vinden. Dus ben je nou benieuwd? Blijf kijken. En we gaan trouwens ook heel gezellig met Laura lunchen. Ook dat nog. Oké, love. Zo, Sion is aan het make-uppen en je haar steekt uit. Je hebt eigenlijk wel aan de andere kant een beetje een duivel. Dus Sion en ik hebben ons even opgemaakt, concealer onder ons oog gedaan. Sion heeft ook het nieuwste t-shirtje aan, van Reiners, met Reiners Wording. En Marie kreeg vandaag mijn cadeau! Morning at the Reiners office. We parkeren onze auto, lopen, gaan door deze deur. Hebben wij hier onze lift. En there's Mary. Dan lopen wij omhoog. Dit is een ledscherm. En dan volgen we er. Ons mooie off-white kleed ligt hier. Dan hebben wij hier een heerlijke zit gemaakt. Hou op, blijf zitten. How pretty. Matching with the couch. Hebben wij de outlet factory laten maken. Dan zijn onze geweldige lampen bij Flamand bij Laura. En de heerlijke vintage tafel. Hebben wij hier onze wintercollectie hangen. Nieuwe collectie hoor, hè. Haal eens een paar items uit wat jij echt gaaf vindt. Nou, dat is moeilijk. Wat niet. Deze is mooi. De Ruffles West met RR print. Mary's van de Ruffles. Wat ook heel leuk om te weten. Reiners krijgt slim fit t-shirtjes. Slim fit t-shirtjes. Dus strak, ik heb nu dat oversized fitje aan. Je knoopje van je rok zit los, zie ik. Ja, dat kunnen we niet zo lang doen. Oh! En dit vind ik ook een heel mooie, maar die hadden we gisteren gepost. En is dan met een rits. En dan kan je dan ook je decolleté laten zien. De decolleté laten zien. Met een matching broekje erbij. Zoals je ziet hebben wij alles van marmer en onyx. Deze rek hebben wij ook zelf customized laten maken. Onze schoenen. We krijgen bij elke print krijgen wij schoenen erbij. Hoe mooi. Bij zwart ga ik even naar de andere kant. Ga ik jou wat filmen? Dan kan jij een paar items laten zien. Wat jij leuk vindt. Dus bij de RR print in metal gray. Hebben we ook metal gray. Is dat een kidspakje? Ah, cutie. Is super cute. Dus in dezelfde kan je matching. Matching. Ja. Mini me. Hebben we ook in de kleur wood smoke. En dat is mijn lievelingskleur. Ja, dat is dat nude. Heel mooi. Ook in Jill Jogging. Ja, wij vinden die RR print wel echt tot nu toe echt het leukst. Ook vernieuwing weer, gezellig. Maar ook onze nieuwe sweater. Ja. Waar ik in ga leven. Die gaan we dragen met ons twinset broekje. Alles toon op toon, want wij houden van setjes. Heel leuk. We hebben echt nog alles heel veel te posten, want we hebben heel weinig nog in Woodsmoke gepost. We hebben nog niks in Burgundy, volgens mij ook nog niks gepost. Oh, je had een twinset. Twinset, maar we moeten echt wel nog 10.000 foto's. We hebben echt nog 10.000 foto's. Als het niet hangt, gaan we nog posten. Sjoe heeft nu het nieuwe t-shirtje aan, maar dan geknoopt met diamantjes dit jaar. Het zijn geen pailletjes meer. Because every girl loves diamonds. Loves diamonds, yes. Oké, okay, dan gaan we door naar de tafels. Oh ja, onze eerste showroom is zwart-wit gecombineerd met goud. Zoals het marmerblad. Marie zit ook heerlijk aan zo'n tafeltje. Zitten wij gewoon de hele dag te werken. Heb ik hem niet. Gaan we van die hoek over het off-white kleed. Beetje slecht licht. Onze wc is ook allemaal heel strak. Alles is gewoon met hout gecombineerd. Uit Bali en Ibiza. Hele mooie hoge deuren. Zo ziet elke wc eruit. Our office. Entree. Chills. Hallo. Orlijn en Jeroen zijn vrij. Ze zijn vandaag vrij, want het is vrijdag. We hebben dan een prachtige boom, wat van beneden tot helemaal boven over de buizen heen gaat.
Dat heb je als mij gedaan. Ik zal een tagje geven als jullie dit ook willen. In jullie huis of at the office. Dit is onze Pink Walhalla. Onze smeg koelkast. Fashionboeken. Alle champagne nog van de opening. Smeg waterkoker. Dan hebben we alles met roze accessoires. Hier hebben wij dan nog een heel klein hoekje. Twee gave panters. Because we love panters. Heerlijke kaars. We hebben ook gekregen van Olly en de ouders. En een geurstokje van onze leverancier. En zo zitten we eigenlijk te werken. Hè? Het is dag. Hi sis. En wij werken ook. Hi Charles. Ja. Met onze rijderspannen. Ja. Everything with logo. Logomania. Onze eigen telefoons. Ja, werktelefoons. En onze dubbels om overal binnen te komen. Ja. Best heel netjes. Ja. Lijkt het zo voor de vlog. Echt wel, we hebben nu snel even opgeruimd alles. En ik ga nu even theetje maken voor ons drietjes. Mm. Een Loutje komt straks. Gezellig. Ja. Leuke foto's maken vandaag. Een lekker lunch op het strand, denk ik. Hier. Marien en ik hebben via Instagram gevraagd of jullie de leuke vragen aan ons hadden. En wat jullie graag zouden willen weten. Dus ik heb er 5 uitgekozen in Sjoel. Dus we gaan nu met de eerste vraag van mij beginnen. Het is van reinerslovergirl.x. Als jullie zelf jullie naam mochten kiezen, hoe zouden jullie dan nu heten? XXella. Ik Olivia. Ik wilde vroeger altijd Mercedes worden genomen. Ja, maar nu toch niet meer? Nou ja, ze vraagt toch als jullie zelf naam... Oh, nu. Ja, nu. Nu. Nou, vroeger wilde ik zelf Mercedes heten. Nu zou ik iets... Ik zou liever een mannennaam hebben of zo. Zoiets als... Je beide namen kan gebruiken. Ja, dus als een Jeff. Vond ik heel gaaf, een modelletje die Jeff heet. Dat soort dingetjes vind ik gaaf. Okay. Maar eigenlijk wel heel blij met mijn eigen naam. Okay. Een vraag van moi. Van Melissa Punt van Peer. Hebben jullie vaak discussies over het maken van een nieuwe collectie? Vaak niet. Soms hebben we wel mee verschil, maar dan maak ik het eigenlijk op mijn variant en op die van jou. En soms komen we er ook gewoon zelf uit. En als we er niet uitkomen, dan maken we eigenlijk gewoon 2 samples. En dan zien we wel wat het leukste en wat het beste is uitgekomen. En wat het beste wordt verkocht. En de ene keer heb ik gelijk, maar meestal heeft Marie toch wel vaker gelijk. Maar ja, we hebben ook hele verschillende stijlen. Ik maak alles met ruffels, jij hebt comfy, stoer. Dus ja. We hebben niet heel veel discussie, meer aanvulling op elkaar. Aanvulling op, dat is een hele goede. Heb ik mijn volgende vraag van Mel.xb. Als jullie in een filmserie konden spelen, welke filmserie zouden jullie dan kiezen? Voor de film zou ik meteen The Notebook kiezen. Oh, ik Avatar. Nee, de Avatar. Ik zou echt de rol van Ellie willen spelen. En in de serie zou ik toch wel echt een dagje in de Kardashian-serie willen spelen. Het gaat meer om de rol. Ik zou dat ook willen. Ik zou echt Khaleesi willen van Game of Thrones. Ja, dat ben jij. Ik zou dan liever de Gossip Girl zou ik een leuke Blake willen spelen. Nee, liever Serena. Serena Williams. Serena Williams zou ik willen spelen. Dus ik ben Khaleesi. Serena Williams is toch een tennister? Zo heet het toch in Gossip Girl? Oh, is het toch geen tennister? Sorry. Ik zou liever Serena willen spelen. Echt nou, een bad bitch. Serena van Gossip Girl en Khaleesi van Game of Thrones. Ja. Dragon. Okay. Mother. Leuke vraag trouwens. Ja, oké. Okay. Vraag van Shirley van Schoten. Merk je dat mensen nu soms anders tegen doen ten opzichte van voor de tijd van Reinders? Jazeker. Sinds we Reinders hadden, kregen we ook van mensen die bijvoorbeeld niet meer spraken opeens een appje. Hey, hoe gaat het? Kom je op mijn verjaardag en wil je dat meenemen? Dus het is ook wel wat oppervlakkiger geworden bij sommige mensen. Maar nogmaals, gelukkig hebben we hele goede mensenkennis. En de vriendinnen die we al kennen, die zijn niet veranderd. Dus zeker dat mensen wel anders doen nu momenteel. Je weet af en toe niet of het oprecht is of dat het is omdat we Reinders hebben. Dat is het enige lastige. Oké, okay, dat vond ik ook wel heel erg leuk. Lindsay.dhx_underscore. Wat vinden jullie het leukste aan elkaar? Weet jij het al? Nou, ik denk dat jij dat gewoon het spontane, wat ik niet heb. Het spontane? Dat leuke willen kletsen met iedereen, wat ik gewoon niet sociale heb. Gewoon. Ja, meer spontaan. Ik ben ook wel sociaal, maar niet spontaan. Ja, ik zou wat meer, zoals jij, wat zorgzamer willen zijn. Wat netter. Maar die kan gewoon, die is heel zorgzaam. Die doet eigenlijk nog steeds van alles voor mij. Van een eindje bakken tot kleding. Ja, die kleding niet wassen, maar ik snap wel wat ik bedoel. Je bent gewoon heel zorgzaam. Als je een kindje aan Marie geeft, die blijft gewoon rustig. En als je bij mij geeft, dan gilt die. Omdat ik zoveel van Marie haal, heb ik een cadeau van haar opening gekocht. Let's ik ben er helemaal nerveus van. We hebben nu dezelfde ketting. Ik met zwart. Marie met zwarte steentjes in die mandjes. Van Karat. Kom, we gaan het winnen. Voor de mensen. Ik ben zo jaloers op shoulder ketting. En nu heb ik hem zelf ook. Nu is het soortgelijk dezelfde. Dankjewel. En het allerleukste, Laura is geannuleerd. We zijn de vlog aan het opnemen. Maar de voetjes moeten natuurlijk wel op. Lolly houdt de camera. Oké, okay, Loutje is langs om de nieuwe wintercollectie in te kopen. Met Julie Reinert in the building. Dit is toch zo schattig. We zijn altijd van onze stad. Ja, maar is toch ook. Ik heb jullie wel in 2 weken niet gezien. Kijk, deze deur. Ook wel heel cool. Alles is zo cool. Alles is zo mooi. Ja. What to do, what to do. What to do, die sowieso. Deze sowieso. Daar ga ik in wonen. Ik haat eigenlijk de winter. Maar als ik dan deze claim, ik heb ook wel zin in. We hebben lekker gekozen voor sweatertjes. Je kan combineren met leggingjes. In 2 kleurtjes. Erg beeldig. En de pailletjes kan je dan weer wisselen. Ja, zwart en zilver. Heerlijke hoodies.
Oh my god. Dit heeft een kids symbool, ja. Maar... Het dus gaat om het idee. Ja. Maar ja, gaat om het print. Dit is echt zo'n ding. Het is velvet, super zacht. Maar ik ga het mezelf kunnen maken overdragen. Ja. Gewoon lekker lang dragen als jurk. Gaat er in wonen. Dat weet ik zo. We're living it. Ik ga er echt niet meer uit. Overzijds en kluizen, ja, ook wel heel veel dragen. Ja. En daar heb je ook de twinsetjes van? Ja, ja. Ook in die. Ze weet alle namen al, Lau. Assistent. Ja, echt. Kom in je werk. Ja. En dit staat jou heel mooi, deze kleur. Ja, omdat Lau bruin oog heeft en bruin haar. Dus echt to die for. Prachtig, kan je wachten op de foto? Ja, echt. Kan niet wachten op de foto. En dan hebben we ook voor zwart gekozen, zwart-wit. Omdat het natuurlijk gewoon altijd goed. En de ruffles. Ja, we gaan voor de ruffles. Dat moet voor mij. De top kennen jullie al, maar jurkje is nieuw. En dan gaan we gewoon lekker ook voor zwart. Altijd goed. En ook wel chic vind ik dit. Ja, ik vond het chic en stoer. In de winter kan je heel makkelijk met dit jurkje. Of met de neer. Ja, ja, met de cheer. Ja, de neer kan het ook. Want het is... En wat het is... Ja. Geen mooi weer, jongens. Altijd. Ja. Haal op met Oh, en deze ook. Ja, die is ook heerlijk. Ik denk weer van... Twinset broekje. Weet je wat het is met jullie kleding? Je draagt het. Het is zo comfortabel, zo lekker. Je wilt het gewoon niet meer uit. Nee, ik kan het gewoon zelf stylen hoe jij het juist vindt. Met een hak, met een stoere sneaker of een boot. Dus je kan voor vrouwelijk en stoer en alles in één. Ja. Ik vind dat jullie dat echt goed doen, meiden. Nou, lap. Dus dit wordt het. Dit wordt het. Jullie wordt het allemaal te verkrijgen bij Baila. Wij zitten hier bij de feest. Het is echt vreselijk weer. Mama. Chilletje is ook van mama. En wij gaan nu onze lunch uitkiezen. Dit is zo'n lekkere kaart. Die banh mi. Wat shall we take? Juice of mijn Jesus. Ja. Maar dat komt precies. Het zijn maar Jesus. Blijf maar positief. Oh. Dit is ja, jullie lachen erom, maar ik kan bijna janken. Nee, ze gaat je niet doen. Ik elkaar het gaat gummen. Het schijnt dat als je het gumt, gaat het er gewoon. Ik heb nog een flex. Ik krijg er warm van. Ja, schoenen is ook echt wel alles. Ja, dit komt hem. Kijk. Dit heb jij nooit, hè? Dat hij niet dat scherp stelt. Maar die kan je maar niet. En ik dacht dat je de elastiek girl was. Ja, iets dichterbij. Zo. Nog iets dichterbij. Iets dichterbij. Ja. Wat zijn het? Dat is echt heel gezellig. Wij zitten nu te wachten tot het regen een beetje ophaalt, maar het haalt niet op vandaag. Het gaat volgens je moeder de hele dag regenen. Ja. Ik denk maar dat we moeten gaan accepteren. En we naar buiten. En hier even als afscheid nemen. Gaan we doen. En vanaf maandag is het mooi weer. Dan gaan we naar het strand. Dag liefie. Dankjewel, hè. Was echt heel gezellig. Ja, ik ben heel blij met de mooie spulletjes die we allemaal gaan krijgen voor Bailowski. Doei. Even de volgende vraag is van Julie.Hanna. Laagsteempje. Nee, ze had de vraag, waarom zijn de R en de E in jullie logo gespiegeld? Oh. En dat is eigenlijk heel leuk om te vertellen, want Marie en ik zijn, zoals jullie misschien al weten, tweeling. Eén eigen tweeling. En wij zijn elkaar spiegelbeeld, want ik schrijf rechts. En ik ben links. Dus vandaar dat we het een leuk touch vinden. Touch vinden om het een beetje onszelf ook weer in ons logo terug te brengen. Om de letters gespiegeld te doen, net wat Sion en ik zijn. Ja, je hebt het ook aan, dat zie je. De R is omgedraaid. En de E. Dus dat is eigenlijk waarom wij de R en de E hebben gespiegeld. Leuk vraag. Even kijken. Oh ja. Van Lindsay.dhx, zag die al? Oh ja. Oh, je had gewoon een interessante vraag. Ik had gewoon twee vragen van haar. Wat vinden jullie het lelijkste van jezelf en wat het mooiste? Ik wist niet of dit innerlijk of uiterlijk, maar dat ja. Nou, ik trek het dan meteen op uiterlijk, denk ik. Meteen uiterlijk te denken. Het lelijkste aan mezelf is dat ik toch wel iets grotere borsten zou willen, denk ik. Hou ik wel van. Even voor alle duidelijkheid. We hebben nog niks aan onszelf laten doen. Ik kreeg heel vaak de comment dat ik heel erg een lippenstil praat. Maar het is gewoon een liner. Ik ben daar overheen heel veel lipgloss. Het is ook mijn manier van praten. Het is alsof we heel vaak door elkaar heen praten. We hebben geen kunststaart. Het enige wat wij nephouden zijn onze kunstnagels. Wat ik het leukste aan mezelf is mijn lippen, denk ik. Jij zou iets voller lippen. Iets voller lippen. En het mooiste aan mezelf. Ik vind wel mijn haar en mijn wenkbrauwen. Ik vind best wel veel aan mezelf mooi. Dat bedoel ik niet opschepperig, maar zoals mijn haar vind ik leuk, mijn wenkbrauw vind ik leuk. En ik vind mijn huid. Mijn huidskleur, dat we heel snel bruin worden. En mijn oogjes. En qua innerlijk gericht vind ik het mooiste aan mezelf dat ik heel zelfverzekerd ben. En slechte eigenschap, kort lontje. Ja. Mijn goede eigenschap is dat ik heel eerlijk ben. Slechte eigenschap, geen geduld. En een beetje koppig, maar zijn we allebei. Ik ben heel koppig. Zoals stiertjes van sterrenbeelden. Als het iets zwart is en het is blauw, schrik als nog wat zwart is. Volgende vraag van Char Reckless. Waarom gaan de kledingstukken tot maat L en niet tot maat XL? Niels Flash. Vanaf deze huidige collectie in de winter hebben we sommige stijls een XL voor jullie uitgebracht. Zoals de Marie Ruffeltop in XL. Twinset. De sweatertjes met sweaterleggings wat we erbij toe krijgen. Ja. We hebben eigenlijk onze commerciële stijls even in maat XL uitgelaten samplen. Kijken hoe het aanslaat. En zoals dit echt
goed aanslaat. We hebben er wel even vragen naar, maar nog echt niet ervaring gehad in de winkels en onze website. Dan gaan we dit zeker uitbreiden. Dus het is niet zo dat we het niet willen, maar het was gewoon nooit vraag naar. Ook omdat wij heel veel one-size artikelen hebben en omdat het best wel zoals deze trui die ik nu aan heb. Ook een S, maar het is ook wel S, maar is toch ook wel heel oversized. Dus bij ons hebben heel veel vrouwen die XL dragen ook gewoon de L, soms wel de M. En dat is gewoon in ons merk kunnen passen. Dus het is zeker niet dat we jullie uitsluiten, want we willen gewoon iedereen kunnen bedienen. Dus als het goed loopt eigenlijk, dan kan vanaf volgende zomer je eigenlijk alles in maat XL tot misschien wel groter. Ja. Deze vraag is van Debbie, 1985R. Wat vinden jullie belangrijk in een... vriendschap? Ik zie veel leuke meiden in jullie vlog, maar ik kan me voorstellen dat als je jong ondernemer bent, toch wat eisen hebt. Ik denk dat het allerbelangrijkste in een vriendschap is eerlijkheid. Loyaliteit. En dat je altijd betrouwbaar. Wij houden van vriendinnen die gewoon, ook al ben je knettergek, dat je gewoon altijd jezelf blijft. Je niet echt meeloopt met alle winden. Recht door zee. Geen meeloper. Niet achter de ellebogen. Nee, vooral ook heel eerlijk. Liegen. Liegen vind ik ook echt vreselijk. Haat liegen. Dus gewoon eigenlijk vooral jezelf zijn. En lekker nuchter. Hou niet zoveel van bla bla. Bla bla mensen. Bla bla mensen ook niet. Nee. Beetje zoals hond. Even kijken. Nou, heel veel over de sieraden. Zelf was dat gewoon in het algemeen beantwoorden. De sieraden komen over juli, augustus binnen. Dus we hebben nog niet een exacte datum. Maar zodra dit online staat, doen wij natuurlijk een swap-up. En dan komt er echt aan hoe duur het is en wanneer het online komt te staan. Ik verzin nog even een laatste leuke vraag. Ja, ik ben ook even aan het kijken. Oh ja, misschien is dit leuk. Ja. Van Amé Weber. Ga jullie ooit een hondencollectie uitbrengen met Stinky en Shiri als model? Ah, we would love to. We zijn er wel mee bezig. Ja, we zijn er wel mee bezig, omdat wij gewoon dogfreak zijn. En zelf ook merken dat er weinig lekkere knitwerkpakjes zijn voor honden. Ja. Wel heel erg girly met strikken, diamanten en allemaal toespas. Zoals mijn kleine, sorry dat ik je weer onderbreek. Maar zoals mijn kleine Stinky, die is gewoon helemaal kaal. En ik heb dus iets nodig wat ook zijn achterpootjes bedekt. En dat is er dus net niet. En ik wil ook gewoon het mini-mi-effect weer. Ik vind het geweldig als ik een Marie Ruffeltop aan en Shiri. Die heeft ook een ruffeltopje aan. Dus we zijn er wel mee aan, bezig en mee aan het denken. En wie weet, volgend jaar. Dus laat even weten dat jullie voor je honden missen. Laat even weten dat jullie missen voor je honden. Dat je denkt, ik wil echt liever ook een hondenman dan hondenknuffeltjes. Een reine hondenman. Nee, dus laat het weten. Ik kan wel zien dat we nog net een week in het pand zitten. Dit waren al jullie leuke vragen. Als jullie dit leuk vonden om te kijken, willen jullie dit wel echt maandelijks doen? Of misschien wel wekelijks? Als jullie zeggen, ik vind het wel leuk om meer vragen beantwoord te krijgen. Comment je vraag hieronder, dan beantwoord je alsnog in de comments. Jules dacht dat we al klaar zijn, maar nee. Leave me alone. Leave me alone. Oké, ga change. Gaan we hier even een leuke foto bij maken? Wat zal ik aan doen? Je kunt zelfs van ons samen een foto maken. Ja. That. Mensen vragen zich altijd af hoe we ons omkleden met een shot. Ja. Eerst armen eruit. Dan doen wij alvast onze armen erin. Eigenlijk had ik eerst een broek aan moeten doen. Anders sta je dus in je blote broek. Blote broek. Met je blote kont staat. Dit omhoog. Jij is Jules mee. En kijk. Hopke. Het is echt niet zo. Tada. Verrek zo mijn nek. Of verrek mijn nek. Oh, dat is echt leuk. Echt, dit is echt to die voor. Met de bijpassende broek. Oké, ik ga even omkleden. Kijken of je niet incognito bent. Ja, je ziet jezelf niet heel goed. Wat een herrie hier, zeg. Ja. Armoes. Ik denk dat het wel leuk is, maar je ziet je pakje. Het is wel een beetje druk, maar ik vind het altijd wel leuk. Ik vind het heel leuk. Ik hou van gekte en zuchten. Ja, ik ga even jouw foto maken. Ik ga me denk ik zelf niet omkleden. Jawel. Nee. Jawel, ik heb ook omgekleed. Hoe ga je je pose aannemen? Are you a model? En een beetje medelijden van de week. Mooi, hoor het zo. I'm out of office. Oh, ik ga helemaal stuk. Nou, omdat de foto niet gelukt is, het ligt niet aan mij. Het kan ook gewoon het model zijn. Ja, dat. Nou, even kleding opruimen. Ja hoor, tuurlijk, Shield doet dat. De hanger ligt daar. Dan lukt het nog. Hè? Wat wij volgende week gaan doen, nou wij gaan deze zaterdag uit eten met onze baas de neef Chris bij Sisonius. Ik ga helemaal voor de top, ga gezellig uit eten. Zondag hebben we een heerlijk zussendagje bij Romee thuis. Ja, we zijn nu allemaal drie zo druk dat we elkaar minder zien met ons drukke lijnen. Dus dan kan ik me ook echt naar verheugen, lekker eten, gezond eten, filmpjes kijken, kletsen. En we hebben nog volgende week afgesproken met Laura om naar Voelen te gaan voor onze pruiken. Ja, we gaan weer nieuwe pruiken regelen voor onze shoot. Inkoopseizoen. Ja, dus het zal iets minder variatie zijn, omdat we eigenlijk elke dag op kantoor zijn. Dus we proberen in het weekend zoveel mogelijk te filmen. En morgen ging volgens mij ook met Loesje.
wat doen, toch? Oh, naar Ticento misschien nog. Ja, even een mooie dus video vooral kijken. Gewoon wat jullie van ons gewend zijn. Dus vonden jullie deze vlog ook zo leuk? Comment en subscribe. Hebben ze deze sweater al gezien? Nee, misschien kun je ook even een leuke sneakje geven. Dit is namelijk echt to die for. Love Reiners. Love Reiners.